900 pk en we moeten hem binnen duwen. Let's go. Oké dan. Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Wraps op de Week. Deze week hebben we een uitzonderlijk groene week met een X5 in Matte Pine Metallic en een Panamera in een nieuwe kleur, de Hope Green, met een unieke kleurencombinatie op de velgen. Dat kan je zien op het einde van deze video. Daarnaast gaan we in X-Pel ook nog heel wat mooie dingen beschermen, waaronder een M3, een 812 GT's, een Ferrari 458 en dan ook nog een zwarte BMW 3-serie. Check out the Wraps of the Week. De laatste stukjes folies gaan er eindelijk af zijn en dan kan die Corvette terug naar zijn eigenaar in de originele kleur. 458 is ook klaar, voorbumper is volledig beschermd. We zijn volop bezig aan de Matte Pine Green op de X5. En dan hebben we hier twee blauwe Porsches en jullie mogen raden welke van de twee de wrap is. De ene is in de originele blauwe kleur met lakbescherming op en de andere heeft dan van geel naar donkerblauw een wrap gekregen in de Innozetech Midnight Blue. Dus post in de comments welke van de twee volgens jou de gekleurde en welke de PPF is. Er is uiteraard een verschillend model, want deze is een 992 en dat is nog een 991. De Panamera heeft al een beetje Hope Green gekregen.
We zijn de M3 volledig aan het afwerken. En hier achterin staat hij al op te drogen, de 812 GTS. I hope I don't screw it up, hè? Het wordt hier met de minuut groener, de Mad Pine Green schiet goed op. De belittering van ASBL is zo goed als klaar en dan past hij helemaal bij de Kodiak, de Kamiq en de Kodiak. De M3 is volledig beschermd vooraan met de X-Spel Ultimate Plus en dan een keramische coating on top. En dan hebben we ook nog 10 pk toegevoegd aan de GTS, want er staan vanaf nu ook Racing Stripes op, moet enkel nog gecoat worden en dan is die volledig klaar. We gaan een herstelling doen op deze X's. Hier moeten de spiegeltjes nog mee in het Hope Green gezet worden. De klinkjes moeten nog terug gemonteerd worden. En dan de bronzen velgen. Ik ben echt razend benieuwd naar het eindresultaat. En dan gaan we nog een X-Spel lakbescherming op de snaart van deze 3-serie zetten. Met een keramische coating op het koetswerk en de velgen, dan is die ook tip-top in orde. En we moeten hem binnen duwen. Let's go. We moeten even kijken. Hou op, ja.
Gaan we naar de dalen? Kijk hier niet zoveel uit. Een beetje naar daar. Kunnen we nog een beetje naar daar dan? Ja, goed, goed, goed. Ja. Deze is puur jeugdsentiment. Allee, jeugdsentiment, dan zeg ik al dat ik zelf oud ben of zo. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar 2012, 9 jaar geleden, het zal toch wel 8 jaar geleden zijn dat ik die auto nog eens gezien heb, is een van de toch wel eerste print raps die ik zelf heb mogen uitvoeren. En dat was echt een super speciale, want daar zitten overal EL-panels, lichtgevende panelen in verwerkt. Is een auto die wij heel veel gebruikt hebben op demo stands. En dat was gewoon een super leuk project om mee deel van te kunnen uitmaken. Nu zijn we ondertussen 9 jaar verder. De auto heeft redelijk lang stilgestaan. Dat zien we zo. En de eigenaar heeft besloten van hem te verkopen. Dus de bedoeling is dat we de wrap volledig gaan verwijderen. En dan kunnen geïnteresseerde kopers ook komen beamen dat de verf nog in perfecte staat is. En dan gaat hij een nieuwe eigenaar zoeken voor deze correct getuned, ergens bijna 900 pk sterke Supra 2JZ. Dat is echt, het is zelfs een link gestuurde, dus hoe exclusief kan het zijn? Zijn je trouwens geïnteresseerd in het kopen van deze Supra? Geef ons een seintje, we kunnen u in contact brengen met de eigenaar. Voor de rest zijn we bijna ready met de meeste projecten deze week. De velgen zijn ook aangepast en toegekomen. Dus heel knappe kleurencombinatie. De matte pine green is ook zo goed als af. Nog een paar dakbogen. Het ziet er ook super stoer uit zo. Die zwarte elementen zijn echt top. En achterin werken we dan de 3-serie verder af. Velgen zijn gecoat. De lakbescherming wordt nog verder afgewerkt. En de voorbumper moet nog folie krijgen. En dan is die ook zo goed als klaar. Een kleurencombinatie. De Hope Satin Green met dan de bronzen velgen onder. Het is echt een absolute looker. Dus een volledige color change wrap. De spiegeltjes hebben een glanzend zwarte wrap. Dat matcht dat mooi met alle andere glanzend zwarte accenten. En in de zon geeft dat gewoon echt een fenomenale look. En de finishing touch is natuurlijk de meegerapte sleutel in de Hope Green. We wensen de eigenaar alvast ontzettend veel rijplezier. De X5 is helemaal klaar voor te leveren en ook de X6 heeft er een nieuwe bumper op zitten. Dat wil zeggen dat de week weer al voorbij is, maar niet getreurd. Volgende week is er een nieuwe Wraps of the Week met onder andere de Frozen Grey Z4 en daarnaast nog 5, maar liefst 5 color changes. Dus gewoon uit ons pijp mogen komen. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal en druk ook op het belletje voor een melding te krijgen voor onze volgende Wraps of the Week. We'll wrap you later.